Die penaltyreeks, dat ja, moet ongelooflijk zijn toch voor jou? Ja, zeker. Vooral in de verlenging, dan denk je wel gelijk aan die penalty-serie. Het is voor een keeper natuurlijk een moment om je te onderscheiden. Dus ja, dat is lekker. Ben je dan zenuwachtig? Heb je er dan juist heel veel zin in? Juist heel veel zin in. Tweede, je weet dat je niks te verliezen hebt. Je hebt alles te winnen. En ja, je hoeft hem eigenlijk maar één te pakken van de vijf. Dus, en je ook, hè? En dat deed ik uiteindelijk ook, ja. Ja, precies. En helemaal lekker dat je die laatste pakt. Alles beslissende en ja, heerlijk. Wat deed je allemaal voor die beslissende vijfde penalty? Ik zag je het publiek op Jutta, vertel het zelf maar eventjes. Ja, inderdaad. Ja, probeerde een beetje het spelletje te spelen. Die jongen onder druk zetten, publiek erachter krijgen, laat ze schreeuwen, laat ze doen. En dat gaf mij ook heel veel energie en echt een boost. En ja, toen op de lijn nog wat bewegingen gemaakt. Ja, en toen voelde ik hem tegen mijn hand komen, dus heerlijk. Heerlijk zeg je, dan oplof je toch qua emoties? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En aan de ene kant, ik was aan het twijfelen of het de vierde of de vijfde was. En ja, toen op een gegeven moment zag ik iedereen naar me toe rennen en toen wist ik oké, okay, dit was de belangrijkste. En ja, toen ben ik wel even gek. Ben je dan zo gespannen dat je dat dan vergeet? Of hoe is, Ja, ik denk het. Ja, dan zit je in het moment en je bent alleen maar bezig om één penalty te houden. En ja, ik was even de tel kwijt. Ja goed, het belangrijkste heb je inderdaad gestopt. Halve finale en dan Feyenoord uit. Feyenoord uit, ja. Je kan beter loten, maar het is wel een hele mooie wedstrijd, denk ik. En ja, in de halve finale is denk ik gewoon alles mogelijk. En ja, we zien wel wat het ons gaat brengen. Dus inderdaad, over een paar weken pas. Dit is een van jouw mooiste voetbalavonden tot nu toe, denk ik, toch? Dit is tot nu toe, denk ik, mijn mooiste avond. Ja, sowieso het mooiste einde van de avond. Maar ja, zeker hoogtepunt in mijn carrière, absoluut. Nou, een knotsgekke wedstrijd, waar we misschien maar niet al te lang over nou moeten praten, toch? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we heel veel kansen hebben gecreëerd. Ik denk dat we ook de fans hebben laten zien dat het een incident was tegen AZ afgelopen zondag. En dat we er gewoon weer staan. Goed voetbal gezien, denk ik, de supporters. En ja, we hebben heel veel kansen gecreëerd. Paal, goede reddingen van Jurjes. En ja, je moet eigenlijk die wedstrijd beslissen voordat het eindsignaal klinkt en voordat de penalties genomen worden. En ja, weet je, dan krijg je zelf twee lullige goals tegen. Ja, één fantastisch ingeschoten en die andere penalty. Ja, en bijna nog 3-2 door een afgekeurd doelpunt, gelukkig. Ja. Dat was even vergeten, zo wat is er gebeurd vanavond. Er is heel veel gebeurd, ja. Ik denk ook dat voor het publiek een hele gave wedstrijd was om te zien. Ja, dus maar gewoon fijn om winnend af te sluiten.